Nadat gisteren om 9 uur de stembureaus de deuren gesloten hadden, begon het tellen van de stemmen. In de meeste gevallen ging dit redelijk snel en de eerste uitslagen kwamen dan ook al voor 10 uur binnen. Jan Meijering van de gemeente Hellendoorn kwam telkens met de tussenuitslagen naar de raadzaal, waar de partijen en belangstellenden gespannen wachten op de resultaten. De spanning was van veel gezichten af te lezen, zeker toen in de tussenuitslagen bleek dat HOP, D66, VVD en GroenLinks geen zetels zouden krijgen in de raad. Toen even voor 11 uur de einduitslag kwam en de zetelverdeling duidelijk werd, gingen teleurstelling en vreugde hand in hand in de raadzaal. Wouter Felix viel zijn vrouw om de hals toen bleek dat zijn partij het op eigen houtje had gered. Met de hakken over de sloot veroverde Felix 1 zetel en is blij dat hij in de toekomst mee mag praten in de raad. Gejuich bij Burgerbelang, die maar liefst 6 zetels veroverde. Ook hier de felicitaties. D66 toonde zich gelukkig met de herwonnen zetel. De partij heeft 12 jaar lang geen deel genomen aan het politieke leven in de gemeente Hellendoorn. De terugkeer werd door lijsttrekker Dagger dan ook met een biertje gevierd. HOP, VVD en PvdA waren minder fortuinlijk tijdens deze verkiezingen, al slaagde HOP er toch in 1 zetel te behalen dankzij een restzetel van de VVD. Lijsttrekker Stuut zei toch blij te zijn met deze zetel en wil in de komende jaren zijn stem laten horen in de oppositie. De VVD had zich wat rijker gerekend met 2 zetels, maar bleef steken op 1. De Partij van de Arbeid halveerde en zal met 2 raadsleden in de raad vertegenwoordigd zijn.